Hallo Amsterdam. Hallo samenleving, hoe ga je? Best wel lekker, toch? Maar het moet wel even anders, hè? Een beetje groener, eerlijker, slimmer en gezonder. En met de menselijke maat, toch? Onze studenten leren hoe dit moet. Oh, wacht even. Leren? Wat versta je daaronder? Leren is jezelf ontwikkelen door het uitbreiden en verdiepen van je kennis en vaardigheden, gedrag en waarden. Ah, oké. Maar dat stop je niet in 4 jaar. En dat stopt ook niet na 4 jaar. Je leert je lange leven lang. Nee, dat doen we niet meer zo. Dat doen we zo. Docenten, onderzoekers en medewerkers staan dag en soms zelfs 's nachts klaar om onze studenten te helpen hun plek in de samenleving te vinden. Ze doen wat we altijd al deden. Kennis serveren. Natuurlijk het nieuwste van het nieuwste. Maar belangrijker, ze inspireren, ze motiveren, stimuleren en delen hun praktijkervaring. Zo helpen ze onze studenten te dromen, te denken, te durven en te doen. Ik luister goed naar wat studenten willen en help ze de juiste keuzes te maken. Net als later moeten ze het zelf doen. Wij brengen onderwijs in de praktijk en praktijk in het onderwijs. Door de echte vragen uit de samenleving te beantwoorden. Want Amsterdam is niet alleen dit. Maar ook dit. En daarom werken wij samen met partners uit de stad zelf. En onze onderzoekers? Tja. Die willen gewoon weten hoe het zit. In het echte leven. Altijd op zoek naar wat echt werkt en bijdraagt. Aan de samenleving en natuurlijk aan ons onderwijs zelf. In onze Centers of Expertise werken onderzoekers, professionals en studenten samen aan vernieuwing van de beroepspraktijk. En met deze nieuwe kennis passen we continu het onderwijs aan, zodat onze studenten toekomstbestendig worden opgeleid. Duurzaamheid, diversiteit en digitalisering moeten vanzelfsprekend zijn voor alles wat we doen. Maar dat gaat niet vanzelf. We zijn dit aan het leren. Daarom worden we scherp gehouden door onze professoren of practice. Duurzaamheid betekent dat alles wat we studenten leren past binnen de planetaire en sociale grenzen. Binnen de donut dus. Compelled by the students I've met, by the lectors and the professors I've met, that there are many people driving for this change. So let's make the Javier the place that is demonstrating what it means to put new economic thinking into practice. We stimuleren de ontwikkeling van digitale toepassingen, maar zien we ook de schaduwzijde. En hoe gaan we daarmee om? Het belangrijkste wat ik steeds mee wil geven aan mensen is dat technologie niet neutraal is. Dat het door mensen gemaakt wordt, dat het een interventie is in onze wereld. En dat je daar goed en kwaad mee kunt doen. En dat het dus heel belangrijk is om daarbij betrokken te zijn. Ieder mens is anders. Iedere student is anders. Diversiteit heet dat en dat vieren wij. Want zonder diversiteit geen vooruitgang. Diversiteit van denken is het bij elkaar willen brengen van verschillende perspectieven en meningen. Het bij elkaar brengen van verschillende werelden. Door oprecht naar elkaar te kijken en oprecht naar elkaar te luisteren. Elke student heeft iets anders nodig om succesvol te zijn. En daarom willen we dat onze studenten zelf de regie over hun eigen studie nemen. Wie een onderneming wil starten, colleges van andere opleidingen wil volgen of topsport wil bedrijven, dat kan. Vanaf het eerste moment dat ik wist dat ik een boot wou ontwikkelen, heb ik mijn studiepad daar geheel op kunnen aanpassen. Met de hulp van docenten ben ik mijn eigen onderneming begonnen. En oh ja, dat van dat leven lang leren, dat menen we hoor. Ook als je al aan het werk bent, bieden we opleidingen en trainingen. Om bij te blijven, andere dingen te leren of nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ik kwam goed voorbereid uit de schoolbanken, maar je bent nooit uitgeleerd. Zo doen wij dat dus. Vandaag. Voor morgen. Een morgen die wat ons betreft groener, eerlijker, slimmer en gezonder is. Een morgen waar iedereen zich thuis voelt.